congres over toetsen en examineren in het hoger onderwijs. En dat is een fantastische gelegenheid om met collega-experts, collega-toetsexperts van gedachten te wisselen over de kwaliteit van toetsing en examinering in dat hoger onderwijs. Toetskwaliteit bepaalt diploma-kwaliteit. Toetskwaliteit bepaalt de waarde van je waardepapier. En dan is er een goede reden om je op dat terrein te willen professionaliseren. En dat kun je hier. We hebben om te beginnen twee fantastische lezingen aan het begin van de dag. En aan het eind van de dag sluiten we af met een leuke keynote om het wat gezellig te maken. Maar de workshops zijn denk ik de elementen waarin de congresgangers zelf op basis van hun behoeften kunnen kiezen op welke vraag wil ik nou vanavond een antwoord hebben. Dus je bent met een vraag van huis gegaan, je wil ook met een antwoord thuiskomen. Wat ik heel nuttig vond was een sessie die we net hadden op de tweede dag. Die ging over het flexibiliseren en hoe je in een toetsvorm recht kunt doen aan de verschillende wegen die studenten bewandelen. Ja. Leerzaam. Flauw, maar leerzaam. Ik ben hier naartoe gekomen omdat wij bezig zijn met een herijking van ons hele curriculum. En ik heb er beslist een heleboel mogelijkheden voor gekregen. Zeker voor ons zwakke punt, namelijk multiple choice kennistoetsen. Ik zou het adviseren om er zeker heen te gaan. Ja, dat sowieso. Want volgens mij, je spreekt sowieso allemaal andere mensen van andere hogescholen. En zo wissel je in ieder geval heel veel ervaringen uit en kom je tot nieuwe inzichten. Ja. Het zit er weer op. Ik wil je bedanken dat je er was en ik hoop dat je voldoende kennis en ervaringen hebt opgedaan en ook natuurlijk het een en ander met collega's hebt kunnen uitwisselen gedurende 1 of 2 dagen. Ik hoop je volgend jaar weer te zien en nogmaals bedankt voor je komst. Tot ziens, dag!